Er wordt gewerkt aan een wetvoorstel om de levenslange gevangenisstraf om die na 25 jaar te gaan herzien als iemand vastzit. Wat vindt u daar eigenlijk van? Nou, ik vind gewoon meer dan 25 jaar, als je echt iets heel ergs gedaan hebt, moet je wat langer vastzitten dan die 25 jaar, gewoon levenslang. Nou, eigenlijk triest, hè? En waarom? Nou, ik vind, deze mensen hebben wel het een en ander gedaan wat niet helemaal door de beugel kan natuurlijk. Wij mogen ze 100 jaar zitten, dus niet vrijlaten, nee. Want kijk, zo hou je de gevangenissen leeg natuurlijk. Het ligt een beetje aan wat ze gedaan hebben en hoe het gedaan is en zo. Maar beter van niet, hadden ze me eerder moeten bedenken. Ja, nou is het zo dat vanuit Europa, het Europees beleid komt. Er moet eigenlijk altijd zicht zijn op eventuele vrijlating. Ja. Terecht of onterecht? Nou, ik vind het niet terecht. Ik vind het niet terecht. Nee. Ik weet niet. Ja, op zich ligt daar wat ze hebben gedaan, toch? Maar ze hebben in ieder geval een levenslange gevangenisstraf. Ja, nee, dan moeten ze gewoon levenslang blijven. Nee, niet, want mensen die het slachtoffer zijn, daar wordt ook niet. Die zijn ook voor hun hele leven misschien gedupeerd. En daar wordt niet naar gekeken, dus ik ben het er helemaal niet mee eens. En moeten mensen die, ondanks dat ze een zwaar vergrijp hebben gepleegd, niet ook zicht hebben op eventuele vrijlating? Nou ja, vrijlating. Maar ze moeten eerst hun straf hebben. En als ik dan wel eens zie hoe die gevangenissen zijn, dan lijkt het meer hotels of zo. Tenminste, wat ik hoor, hè. Als ik dat hoor van die Denemarken, van die man die 72 man doodgeschoten heeft, die heeft gewoon een driekamerappartement. Nee, als dat eenmaal is uitgesproken, gewoon zo laten, toch? Ja. Denk ik, ja. Ik denk dat we gewoon lekker zelf moeten luisteren onszelf en niet naar anderen. Dus wat u betreft? Gewoon vasthouden die handel. Dat is eerder moeten bedenken. Dankjewel. Ik heb hartstikke een hele mooie.